Wat is dit? Ik weet het niet. Dit klinkt niet goed. Wat is dit? Het is een noodoproep. Een wat? Goedemorgen. Goedemorgen. Jort. Hi, ja. Bas, goedemorgen. Hoi. Ik ben Tess. Hoi. Aangenaam. Hoi. Bas. Mijn vraag is, wat doet de beveiliging op Schiphol? Marge C. zorgt op de grote vliegvelden in Nederland voor de veiligheid. Wij zijn dus de politie. Ja. En met name op Schiphol doen wij bijvoorbeeld de paspoortcontrole. Maar de mensen kunnen ook bij ons terecht voor de aangifte als hun paspoort verloren is of als ze hun koffer kwijtgeraakt zijn. En waar gaan wij dan beginnen? Want we hebben die vraag natuurlijk. We zijn op zoek naar het antwoord. Ja. Nou, ik neem jullie straks eerst mee naar ons bureau. Hoe druk is het hier? Het is hier behoorlijk druk. Jaarlijks komen er ongeveer meer dan 60 miljoen passagiers op de luchthaven. Er werken heel veel medewerkers, meer dan 60.000. Okay. Nou, het is een klein gebied, dus heel snel druk. En wij als Marge C. zorgen dan voor de veiligheid op deze luchthaven. Ja. Een hele belangrijke taak. Ja. En daar ga jij ons vandaag bij helpen. Ja. Kijk. We zijn er. We zijn er, jongens, welkom. Ja. Dit is ons bureau. Ik zou het leuk vinden als jullie zo om gaan kleden en mee gaan lopen met de dienst. Heel cool. Hoe voel je hier je pak? Heel cool. Dat je, het lijkt echt of je echt nu aan het werk bent. Ja, precies. Bij de Koninklijke Marche. En hij past ook echt, jongens. Hij past perfect. Het staat echt supergoed, Jort. Hey, we gaan beginnen met de porto's. Oké, nog even voor ons, even dat we een beetje weten hoe het werkt. Dit is gewoon een knopje, net als vroeger. Die vooral niet indrukken. Wat is dat? Dat is de noodknop. Dat als er echt dus nood aan de man is. Van alle kanten komen collega's aanrennen. Oké, dus deze moeten we niet indrukken, maar welke wel als we willen praten? Deze, dit kleine knopje. Oké. Dus we gaan beginnen. Wat hebben jullie nou allemaal om? Want ik heb een portofoon, maar jullie hebben natuurlijk meerdere dingen. Ja. We beginnen met de Glock, oftewel het pistool. Stel dat je echt in een noodweer komt, dat je echt niet anders kan, dan gebruiken we die. Pepperspray. Je zit helemaal onder, joh. En de handboeien. Waar moeten we op letten? Let is verdacht gedrag. Ja. Oké. Er zijn ook heel veel mensen hier, die gaan elke keer op reis, of ze gaan ergens naartoe. En die nemen koffers mee, en bagage. Ja. En juist de mensen die het niet doen, die niet echt een doel hebben, dat valt op. Want ik zie vaak ook de Koninklijke Marche, zie ik met echt hele grote geweren. Maar wat doen die dan? Want jullie zijn dat niet. Nee, dat doen wij niet. Wij zijn eigenlijk voor de noodhulp. Ja. Die jongens met de hele lange geweren, dat noemen we de gewapende beveiliging. Die doen eigenlijk alles voor de burgerluchtvaart. Ja. Dus die beveiligen eigenlijk het inchecken van de vliegtuigen. We letten dus op afwijkend gedrag. Ja. Koffers die alleen staan. Ik zeg, waar een man een beetje gek kijken. Ja. Hij is weg. Daar hebben we dus niks aan. Nee. Komen jullie echt ook rare dingen tegen? Ja, bijvoorbeeld bagagediefstallen. Ja. Mensen die de bagage van andere mensen meenemen. Mensen die dronken zijn. Ja. Of de zwervers, die lopen hier ook rond. Die mogen hier ook niet op de luchthaven zijn. Oké. Dus er zijn eigenlijk heel veel dingen die we dagelijks doen. Kijk, hier hangt de sjaal. Wat? Oh, je ziet iets. Ja. We moeten dus gaan kijken van waarom hangt die sjaal daar. Ja. Moeten we iets omroepen ook, of niet? Dan geef je aan de meldkamer door van ik heb een sjaal. Verdachte sjaal. Ik heb een sjaal gevonden. Hij zit vast tussen de roltrap. Ja, dus we gaan altijd eerst kijken van waarom hangt de sjaal daar. Ja. En dan gaan we daar te plaatsen. Okay. En dan zie je dus inderdaad dat hij tussen de roltrap vast zit. Ja. Meestal gaan we dan kijken van is er nog een persoon bij. Ja. Nou, nu zie je van dan kijk even rond. En dan zie je eigenlijk dat niemand meer de sjaal mist. Nee. Nou, en dan komt er iemand hier naartoe om de sjaal weg te gooien. Hey, dus 5 punten voor deze man hoor. Tik hem aan, absoluut. Lekker. Op Schiphol hangen ook overal camera's waarmee alles in de gaten gehouden wordt. De beelden komen binnen bij de meldkamer, het hart van de marechaussee. Hoeveel camera's zijn er dan op Schiphol? Honderden. Wij kunnen echt alles zien. Het zijn ook undercover mensen. Ja. Wat denk jij, Jort? Hebben wij undercover mensen of niet? Ik denk het wel. Ja, heel goed. Hier op de luchthaven hebben we inderdaad ook. Wat is dit? Ik weet het niet. Dit klinkt niet goed. Wat is dit? Het is een noodoproep. Een wat? Yes, hier de meldkamer, horen jullie mij?
Okay. Dat is voor jou, Jort? Ja. Jort, er is iets gesignaleerd op Schiphol en de hondengeleider gaat daarheen om dat te bekijken. Kun jij meegaan met hem? Oh, ja. Zeg maar dat we eraan komen. We komen eraan. Wat we ook gaan doen, we gaan eerst eventjes zorgen dat de hondengeleider genoeg ruimte heeft. Ja. Dat betekent dat we gaan afzetten. En ik denk dat het handig is dat jij het afzetnet gaat pakken. Ja. En gaat zorgen dat we met een grote boog rondom het object heen gaan afzetten. Oké, we zijn te plaatsen. Nu gaan we Kai eruit halen, oké? Ja. Kai, ben je er klaar voor? Dit is je nieuwe partner. We gaan samen even zoeken. Hij gaat ons helpen. Kom maar. Aangenaam, Kai, aangenaam. Er is een onbeheerde bagage hier achtergebleven en die moeten we even gaan zoeken. Ja. Als jij hem nou even samen met hem zoekt, ga ik hem afzoeken. Oké, top. Zie jij hem al, Jort? Kijk. Ja. Pas op, niet te dichtbij. Ga jij die kant op, pak ik de andere, oké? Wat gaan we doen? Oké, wat we nu gaan doen, je hebt een mooi gebiedje voor me gemaakt. Ja. Ik ga hem afzoeken. En wat is afzoeken, als ik vragen mag? Nou, wij zoeken niet. Gelukkig hebben we daar een hond voor. Ja. Die zoekt naar bommen. Dus we gaan gewoon dat gedeelte even afzoeken. Ja. En dan zien we vanzelf wel of we vrij kunnen geven, ja of nee. En hoe weten we wanneer het iets is? Gaat hij dan blaffen? Of? Als er echt wat is, gaat hij zitten of liggen. Dus dat moeten we niet hebben, want dan moeten we ontruimen. Wat kan er dan in zitten? Ja, we hopen natuurlijk niet, maar het kan ooit zijn dat er een bom in zit, explosief, iets wat gevaarlijk is, waardoor we moeten afzoeken en veilig geven. Okay. Vaak is het zo dat de mensen gewoon vergeten, hoor. Maar ja, weet je, dat weet je niet altijd. Goed zo, hier op de rem, hier bovenin. Hij kwispelt nog steeds. Ik denk veilig. Yay! Hij is dus veilig, jongens! Hij is niet gaan zitten. Graag gedaan. Ik ben zo blij. Dank je wel. Linten mogen weg. Alles kunnen we weer opruimen. Iedereen kan weer verder. Linten weg. Oké, Jort. Ja. Moet je iets toegeven? Dit was eigenlijk een oefening. Ja. Maar wil je het nog steeds echt doen? Ja. Waarom? Omdat het toch net zo als in het echt nu lijkt. En het lijkt me toch nog steeds heel cool om te doen. Ja? Ja. Zeker? Ja. Zullen we je contracten ophalen? Ja. Hey, jij daar. Check snel de volgende video en vergeet niet te abonneren. Check je later!